Heeft veel mis? Ja. Heeft veel mis, je hoeft daar wat vindt hij. Soms doe ik ook voor je doel kleding, tweedehands, niet nodig, maar stuur ik ook naartoe. Onderstaal krijgt hij twee handdoeken. Hij wil altijd twee handdoeken. Een wc-shirtje. Kyolo wil gewone kousen. Ja. Sadilek wil gewone kousen. En Missijan wil gewone kousen. Gewoon kous, compleet. Maar de rest, iedereen heeft kousen zonder voeten. En doen rode sokjes onder of witte sokjes. Dat is voor Titoon. Hier kom bij de aanvoerder. Wanneer ben jij hier naartoe gekomen, naar Nederland? Vanaf 91. Ja, toen ja, moest ik solliciteren, hè. Werk zoeken via het arbeidsbureau. Toen was het arbeidsbureau. Ja, ik kreeg opdracht, moet ik bij F20 solliciteren. Ja, ik heb gesolliciteerd, dan ging die gelijk goed. Maar heb jij nooit terug gewild naar Syrië? Kijk, wil ik voor altijd niet. Kees, ik heb mijn vader overleden niet gezien, geen afscheid genomen, mijn moeder niet. Ik heb mijn zus daar, ik heb mijn broer daar. Ik heb heel veel vrienden, kennissen, ja, maar ja, door de oorlog, snap je, is een beetje lastig. Ja. Ben jij daarom ook zo vaak bij Twente? Ja, voelt dat als een warm nest? Voelt dat als familie voor jou? Ja, ja, maar daar. Dat heeft veel mis. Ja. Dat heeft veel mis, je hoeft daar wat vindt hij. Soms doe ik ook voor je doel kleding, tweedehands, niet nodig, maar stuur ik ook naartoe. Ik betaal ook zelf de bedrag. Nee. Daar is echt armoedig. En doe je dan alles alleen of heb je ook hulp? Nee, ik heb assistent. Jouw zoon helpt jou vaak, hè? Ja. Gaat hij het overnemen? Dat weet ik niet. Weet je, tegenwoordig, de jeugd van tegenwoordig zijn verwend, hè? Ik heb geen moeite mee, kan ik weekend alles werken, maar ja, de jeugd van tegenwoordig... Maar hoeveel uur per week ben jij dan hier bij Twente? Kijk, normaal in het contract staat 38 uur per week. Ja. Maar kom ik gemiddeld 50. Echt? Ja. Zou jij kunnen leven zonder FC Twente? Nee. Voor mij wordt het heel moeilijk. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Kijk, ik loop nu 26 jaar bij FC Twente. Twente voor mij is alles, mijn tweede huis. Ik waardeer de supporters. Ik denk dat jij de langst zittende werknemer van FC Twente bent. Dat denk ik ook. Wat is jouw meest favoriete speler? Favoriete was Sheikh. Ik had een heel goed verband met hem. Ja. Ja, Sheikh was bij mij echt vader en zoon. En waar gaat dit naartoe nu? Naar het trainingscentrum in Hengelo. Oké. Hey, en ben je blij? Jazeker. Stap eens even. Zeker. Want het is wel een mooie uitslag, toch? Ja, tuurlijk. Heel mooi. Ik zag jou staan aan de aan het veld. Ja? Ja, dan geniet je. Zeker. Deze warm ook kleding. Van de rest even vanavond tegen AZ. Hoe warm was je ze? 50 graden. Oké. Ja. Dan doe je geen zeepsap in. Nee, hebben daar automatische dosering. Ja. Jacob, wat heb je dat allemaal luxe voor elkaar? Ja. En dit heb je in de kleedkamer al gesorteerd. Deze, ja, ik doe bij ieder zeg maar, bij de trainers doe ik apart. Ja.
bij het spelers apart, bij medestaf apart. Kijk, zijn hoesjes. Hoe lang doet die machine erover? 48 à 50 minuten. Jacob, ja? Gaan we wachten tot het klaar is? Ja, ik moet wachten. Oh, en dan nog in de droger? Ja, dan doe als die drie klaar zijn, drie wasmachines klaar zijn, doe ik de drogers. Dan vul ik nog drie, dan ga ik naar huis. Ah. Ja, en er niet. Dat wordt wel 1 uur. Ja. Maar wat is er zo leuk aan jouw werk? Wat vind jij het leukste van jouw werk? Ja, kijk, ik ben bezig met sporten. Weet je, sport de beste is, hè? Kijk, daar was de meneer die 2 keer scoorde. Ja. Wat doe je met die witte sokken nu? Doe ik straks zeep bij. Ja. Snap je? Ja. Daarna, nog vroeg, ja? Ga ik wassen. We zijn klaar met de was. Ik ga nu de droger doen. Daarna ga ik inpakken voor aanstaande woensdag. We hebben een ingelaste wedstrijd. Jacob, je hebt gewoon een eigen muur hier. Ja, ja, ik heb een eigen muur. Mooi, hè? Ja, prachtig. Je hebt al heel veel mee mogen maken bij FC Twente, ja, in die 26 jaar. Ja. Wat zou jij nog mee willen maken met FC Twente? Ja, nog een keer Champions League spelen. Ja. Met jou erbij als materiaalman? Ja. Ja. En kijk, eigenlijk had gekund dit seizoen ook, hè. Had gekund als... Maar nogmaals, dat is voetbal.